Met een speciale routekaart heeft de gemeente Druten uitgewerkt hoe er in 2040 energie-neutraliteit behaald moet worden. In dit plan wordt de focus gelegd bij zonne-energie en isolatie. Maar wethouder Springveld heeft veel vertrouwen in nieuwe technologieën en alternatieven zoals geowarmte en waterkracht. Ja, we hebben de Waal hier. Nou, is een stromende rivier. Laten we nou kijken of we daar ook niet wat uit kunnen halen. Dan zeg je scheepvaart, moeilijk. Ja, dat is allemaal zo. Maar overal is op een gegeven moment een oplossing voor. Dus laten we daar ook die alternatieven in ieder geval bestuderen. De gemeente houdt de windmolens wel in het achterhoofd. Maar als de ontwikkelingen zo snel gaan zoals nu, verwacht de wethouder weinig te hoeven doen met windenergie. Hij sluit het echter niet uit. De deur staat op een kier, want we gaan wel door met onderzoeken. We gaan wel door met kijken wat die mogelijkheden zouden zijn, wat het op zou kunnen leveren. Springveld heeft het volste vertrouwen in de toekomstige technologieën. Hij verwacht het doel voor 2040 voornamelijk te halen met isolatie, zonnepanelen en waterkracht. Voor nu blijft hij reëel. Nou, ik denk dat het, zoals het nu ligt, denk ik dat er wel wat windmolens nodig zullen zijn. Als je het zou moeten doen met middelen die je nu hebt en de mogelijkheden die er nu zijn. Mm-hmm. Ik verwacht dat er over 10 jaar veel meer mogelijkheden komen en dat er andere middelen zijn.